Gefeliciteerd. Bedankt. Ja, voelt het, hoe is het om kampioen van Engeland te zijn? Ja, het voelt natuurlijk fantastisch om kampioen van Engeland te zijn. Natuurlijk hard voor gewerkt en gisteren ook natuurlijk groot feest gevierd. Ja, is het ook één selectie op dat moment? Laat ik het anders vragen, waar was jij toen de wedstrijd gespeeld werd? Ik moest plaatsen op de tribune. Dus ik was de timmerste man, maar uiteindelijk, toen het klaar was, moest ik wel zeg maar, mee het podium op en mocht ik mee de schaal optillen. Dus het was wel, was wel heel leuk, ja. Ja, beschrijf het eens. Ja, het is gewoon, ik bedoel, van het is seizoen geweest van keihard werk. Toen hebben we gewoon keihard hun best gedaan met spelen in de FA Cup, in de Champions League. En oké, de Champions League waren we dan niet ver gekomen. Maar nu de Premier League hebben we het gewoon, denk ik, heel goed gedaan. Het was, was heel close met Man U. Manchester United, die op 1 punt achter ons het net niet haalde. Dus we moesten gewoon winnen gisteren. Ik denk als je dan met 8-0 wint, dan heb je het gewoon ook verdiend uiteindelijk. Ja, ik bedoelde eigenlijk dat feestje. Beschrijf het feestje eens, toen je die schaal kreeg, hoe dat ging. Oh, dat feestje, ja. Ja, je begint het hele seizoen gelijk te evalueren, maar ik bedoelde eigenlijk het feestje. Het feestje, oké. Nou, dat was gewoon zeg maar, je wordt omgeroepen, dan moet je 1-1 het veld oprennen. En dan ga je het podium op en dan als de captain uiteindelijk, John Terry, dan de schaal krijgt toegereikt, dan komt hij naar het podium toe lopen en dan telt tot 3 en dan appa, dan gaan de handen in de lucht en dan vindt iedereen feest. Ja, iedereen had zijn kinderen bij zich, hè? Ja, klopt. Iedereen had ook een shirt laten namaken met de naam van de kinderen erop. Ja. Zodat als we zouden winnen, zou iedereen zeg maar, een ereronde lopen met de kinderen op de rug. En dan is gewoon natuurlijk met de vrouwen erbij. Was gewoon een heel mooi moment. Dat geloof ik best, ja. Zeg, Drogba die stond voor de kampioenswedstrijd gelijk met Rooney. Heb je die topscorerslijst? Ja, klopt. Dat hebben jullie ongetwijfeld van tevoren besproken. Van wat er ook gebeurt, Drogba moet boven Rooney eindigen, of niet? Niet echt. Het was geloof ik helemaal niks van. Nee. Het was zo bij de penalty van Lampard, de eerste. Toen wou Drogba hem nemen, maar Lampard wou hem zelf ook nemen. Dus toen was Drogba daar een beetje boos over. Dus toen in de rust was er even wat oneenigheid tussen de spelers. Maar toen, iedereen zei van, kom op en je gaat hem nog een keer scoren. En toen in de tweede helft maakte hij een hat-trick. Dus heeft hij alsnog de Golden Boot gewonnen. Dus het leefde eigenlijk meer bij hem dan bij de rest van de selectie, begrijp ik nu. Ja, tuurlijk. Het is ook een individuele prijs die Drogba kan winnen. Door de Golden Boot. Hij heeft hem nu gewonnen met volgens mij 3 goals verschil boven Wayne Rooney. Dus dat is gewoon natuurlijk een prijs die hij graag zou willen winnen. Ja. Wat is het? Golden Boot? Wat is dat? Is de topscorer van... Ja, maar waarom, dat is gewoon de gouden schoen. Ja, gouden schoen. Hoe is het eigenlijk voor jou om daar te spelen? Je maakt toch echt geweldig. Hoe oud ben je nu? Ik ben 18. Je bent al 18? Ik ben 18, ja. En dan maak je dit allemaal al mee, dat is toch uniek? Ja, ik denk dat het gewoon een topjaar is geweest. Ik ben nu 18 jaar en ik heb eigenlijk al zoveel meegemaakt. Wat ik al natuurlijk meedraag, hopelijk in de rest van mijn carrière. En waar ik gewoon veel profijt van kan hebben, hopelijk in mijn verdere carrièrejaren. Ja. Welke carrière eigenlijk? Waar ga je heen? Nee. Ik ben gewoon volgend jaar ben ik gewoon speler van Chelsea. Ja, hoe zit het dan met dat verhaal dat je naar Twente zou gaan? Ik hoorde het ook laatst van mensen en gelezen op internet en zo dat Twente waarschijnlijk een akkoord zou bereiken met Chelsea. Maar ik ben toen naar de leiding toe gestapt en heb ik gevraagd van is het eventueel waar? Maar dan bleek niet van te kloppen. Dus was voor mij ook gauw de knop omdraaien. Gewoon klaar. Dus volgend jaar gewoon een Chelsea speler ben. Ja. Hebben we het er niet meer over. Spreek je nog veel met je broer bij Willem II? Ja, zeker. Bellen jullie veel? Ik spreek hem dagelijks, Luciano. Hij is nu bezig met de na-competitie, dus ik sprak hem na zijn laatste wedstrijd. Ze moeten gewoon hopelijk blijven ze in de Eredivisie. Ja. Wie heeft de mooiste auto? Wie de mooiste auto? Ik denk ik, ja. Dat dacht ik al. Hey, dankjewel. Fijne vakantie voor zover van toepassing. Okay. Veel succes volgend seizoen ook bij Chelsea. Oké, geen probleem. Jeffrey Buurman was dat. Dag. Hoi.